In de bankencrisis van 10 jaar geleden is UAS Mensen opgericht. Het is een samenwerking tussen installateurs, bouwers en de consument, waarmee de consument zelf de vrijheid heeft om eigen producten toe te passen zonder een bezoek aan een fysieke showroom wat tijdrovend is, wat faalkosten met zich meebrengt. Daardoor zijn de processen veel beter op elkaar afgestemd en met veel kortere lijnen. In de samenwerking tussen de installateurs van UAS Mensen is er een IFC-module ontwikkeld. De IFC-module die helpt ons om informatie uit een model te halen wat wij van de architect en de bouwer krijgen. De koperswensen worden erin verwerkt en het wordt weer teruggeplaatst in het basismodel waar iedereen zijn voordeel mee heeft. Dus het bespaart ons enorm veel tekenwerk, uitzoekwerk en dus risico met de foutkans. De Elektra-module is nu actief. De koper ziet in de digitale showroom wat er standaard in zijn woning zit en kan daarnaast binnen de technische mogelijkheden van het project de keuzes maken. We zijn ook continu bezig om de koper te inspireren zodat verschillende mogelijkheden zichtbaar worden. Denk aan het sanitair, Elektra-plan en overige keuzeopties. Dat kunnen ze op elk gewenst moment doen, waarbij er experts van UAS Mensen beschikbaar zijn voor advies en om mee te denken. De koper ziet ook continu de kosten meelopen in beeld, zodat hij grip kan houden op het budget en daarmee de woning helemaal naar wens kan samenstellen. Voor de installateur heeft het grote voordelen, omdat de koper wordt geïnspireerd om meer werk te kiezen. De installateur heeft grip op zijn proces en daardoor minder faalkosten. Ik ben er heel trots op dat UAS Mensen met alle partijen in de keten samenwerkt. Met bouwbedrijven, installateurs, fabrikanten en kopers zijn we continu op zoek naar verbeteringen voor de digitale showroom. Alles blijft in ontwikkeling, we zijn continu aan het innoveren. En het is fijn dat je van alle partijen input krijgt om de digitale showroom beter te maken.